Today, we have a number of very important questions to address as a continuation of our discussion of prophecy. Vanavond hebben we een aantal bijzondere vragen. Als vervolg op ons hoofdstuk prophecy. And of course, most specifically, prophecies on the Messiah. En specifiek gaat het over profetieën over de Messias. Now, we already discussed in a more general sense an introduction prophecy in our last question and answer session. En we hebben het ook al over profetie gehad in onze vorige hoofdstuk, vorige sessie. And of course, our foundation in that discussion, and our foundation general, is our believing in the Bible as God's revealed word. En het fundament van de studie is dat we de Bijbel aannemen als Gods woord. The words of the prophets are God's roadmap, so to speak, for us. En de woorden van de profeten zijn dus als het ware een soort roadmap voor ons. Een soort weg. En I stress in particular in this regard one of the many points that we discussed in our last meeting. En we willen toch wel specifiek nog iets benadrukken, wat we ook in de vorige meeting hebben benadrukt. I am referring to Isaiah chapter 55. En ik refereer naar Jesaja hoofdstuk 55. When the prophet describes God's words in verses 10 and 11. Waar de profeet de woorden van God omschrijft in vers 10 en 11. For as the rain comes down and the snow from heaven and returns not there, but waters the earth and makes it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert, zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. So shall my word be that goes out of my mouth, says the prophet in God's name. It shall not return to me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in that for which I sent it. Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. So of course, our starting point is all the words of the prophets are fulfilled. Dus het beginpunt is dat al de woorden van de profeten worden vervuld. As we noted, they may not always be fulfilled immediately. En zoals we al eerder hebben gezien, is dat ze niet altijd direct worden vervuld. We noted that the prophecies concerning the return, the restoration after the Babylonian exile were only partly fulfilled, unfortunately, because we, Israel, the world, were not ready for their complete fulfillment. De profetieën de komst van verstrooiing van Babylon zijn slechts gedeeltelijk vervuld voor Israël, omdat de wereld en Israël nog niet aan toe waren. They are fulfilled in the future. Maar ze zijn vervuld in de toekomst. There are also prophecies, as we noted, that are not fulfilled because they threaten punishment, and those who were threatened
repented and returned to God. En er waren ook profetieën die niet vervuld zijn omdat er een dreiging van straf uitging. En datgene waar naartoe werden gericht zich bekeerde. En daardoor dat het niet doorging, dat het niet werd vervuld. But then those words really are fulfilled in the repentance of the people who received them. Maar die woorden zijn dus vervuld in de bekering van de mensen die de woorden hebben ontvangen. That is again the words of Isaiah that we just read speak of God's word accomplishing that for which it was sent. En dus opnieuw de woorden die van Jesaja die we net hebben gelezen, worden dus nog vervuld. Ultimately, we recognize that they were sent to cause that transformation, to return us to God. En die woorden zijn dus gezonden om, zodat wij terugkeren naar God. So of course, what that helps us to appreciate further is the extent to which God's word may operate upon us, upon the world, on a number of different planes. En dat helpt ons dan om te zien op, hoe de woorden van God zeg maar tot de wereld komen op verschillende niveaus, in verschillende lagen. And I'll remind you, those who are participating in the series on the prophets, on the visions of Isaiah, of something we discussed at length in our introduction to Isaiah. En ik wil eraan herinneren, aan degene die ook de serie volgen van de profetieën van Jesaja, aan het begin van de serie van Jesaja. Well, since we discussed it already at length, in the introduction to Isaiah, I'm not going to discuss it at length now. Just a brief review. En omdat we dat in het begin al uitgebreid hebben behandeld, gaan we dit nu niet uitgebreid behandelen, maar snel. It's a brief review because it's critical in our addressing today's questions. En het is een korte review, maar het is wel belangrijk voor de aankomende vragen. It pertains to the difference in our tradition between the Torah, the five books of Moses, and the prophets. En er zit een verschil in de traditie tussen de Torah en de profeten. As we noted, and as is expressed, after all, explicitly in the Torah, perhaps most explicitly in Deuteronomy chapter 34, verse 10, the level of prophecy of Moses is unique. En zoals we hebben gezien in de Torah, in specifiek Deuteronomium 34, vers 10, is het level van de profetieën van Moses is uniek. No prophet arose any more in Israel like Moses. Geen profeet zoals Mozes is er nooit meer opnieuw herrezen in Israël. That includes the greatest of the prophets whose words are recorded in the prophets as opposed to in the Torah. En inclusief de grootste van de profeten die dus in de profeten te vinden is. And the way we summarize the distinction is by appreciating what the word Torah means. En om samen te vatten, is het belangrijk om te weten wat het woord Torah betekent. Often mistranslated as law, it means teaching. It means instruction. Vaak misvertaald naar wet betekent het instructies en onderwijs. And the defining attribute of that instruction is that it is eternal. It never becomes obsolete at all. En het onderwijs is voor eeuwig. En er komt geen einde aan
ja, de het onderwijs, zeg maar. As expressed in verse 28 of Deuteronomy chapter 29, the last verse of the chapter, the hidden things belong to God our Lord, but those things that are revealed are to us and to our children forever, to do all the words of this Torah. En zoals wordt uitgelegd in Deuteronomium 29, vers 28. Wat verborgen is, behoort de Heer onze God toe. Maar wat openbaar is, komt ons toe. Wij en onze kinderen dienen ons altijd te richten naar alle bepalingen van deze Torah, van deze wet. So Torah is instruction, but more than that, it is eternal instruction. Dus Torah betekent instructies, maar meer dan dat, het betekent eeuwige instructies. That means that on some plane, while of course, the giving of the Torah to the world at Sinai was a historical event that took place in time, while that is the case, still and all, we regard the Torah as fundamentally, absolutely timeless. Dus aan de ene kant is dus, ja, toen de Torah gegeven werd, in de Sinai een moment in de tijd, zeg maar. Maar ja, de Torah op zichzelf is dus tijdloos. Obviously, that doesn't detract from the reality that the Torah speaks of a particular time. But its instruction is as directly intended for us as for people who lived thousands of years before us or will live untold stretches of time into the future as well. En, ja, we vinden dus in de Torah dingen voor die tijd, zeg maar. Maar de instructies die gelden dus voor mensen voor nu, zeg maar. En van duizenden jaren van voor ons. En ja, we weten voor hoeveel generaties nog na ons. God, after all, is not time-bounded. God transcends time. And we believe that the Torah was given to Moses, so to speak, as God's dictation. The very words of God are the Torah. God is dus niet tijdgebonden. Hij overstijgt de tijd. Ja, de Torah die is dus, zoals wij geloven, door God gedicteerd. Dus de woorden komen, ja, rechtstreeks van God. Now, at this point, in some degree, in contrast to how we relate to the words of the prophets. En nu, ja, in contrast, hoe staat dit naar de woorden van de profeten? The words of the prophets unquestionably pertain to us as well. Otherwise, we wouldn't be studying them. De woorden van de profeten die gelden, ja, dus ook voor ons. Ja, en anders zouden wij ze ook niet bestuderen. So the way we describe in our tradition the words of the prophets who are recorded in the Bible is as words that are needed, have an important message for all generations. Zoals wij in onze traditie de woorden van de profeten opvatten, is ja, zoals ze voorkomen in de Bijbel, ja, zijn ze dus nodig. Ja, voor ons, zeg maar, waar we van kunnen leren. That is, after all, we read, for example, at the beginning of the Book of Kings, of the bands of prophets who existed at the time of Elijah and Elisha. We read of the 100 prophets who were saved at the time that Jezebel murdered all the prophets of God. There were a lot of prophets. En we lezen dus bijvoorbeeld aan het begin van Koningen over bendes, ja, veel mensen, vele profeten samen in de tijden van Elia. En we lezen dan ja, ook
ja, over Jezebel, ja, over profeten. Dus er waren veel profeten. We don't know anything about their prophecies because those prophecies were bounded, rooted in their time and not intended for us. En wij weten niets van ja, hun profetieën. Hun profetieën waren gebonden aan die tijd en ja, waren niet bedoeld voor ons. The prophets whose words were included in the Bible are the prophets who speak not only to their contemporaries, but also to us. En de woorden van de profeten die we in de Bijbel vinden, die ja, zijn niet alleen voor die tijd, zeg maar ook voor nu voor ons. Their messages then are definitely relevant to us. En hun boodschap is dus ja, zeker belangrijk voor ons. But there is a crucial but subtle difference between that and what we said about the Torah. Maar er is een cruciaal, maar wel een subtiel verschil tussen dat en de Torah. The words of the prophets are rooted, grounded, directed in their time to the prophets' contemporaries. De woorden van de profeten zijn gegrond en gericht in die tijd, ja, ook voor de mensen in die tijd. As those of you who are participating in the series in Isaiah can well appreciate, as a result, part of what we need to do in understanding the words of Isaiah is understanding the context, the circumstances, the framework within which Isaiah was speaking. Ja, degene ook die dan de serie van Jesaja volgen, is dus dan zien we dat het belangrijk is dat we weten de woorden die Jesaja in die tijd spreekt, dat we begrijpen in welke context en in welk framework, zeg maar, alles eromheen, zeg maar, in die tijd gebeurt, zeg maar. Dat is belangrijk om dat goed te begrijpen. There is perhaps a bit of irony here, in that I would say we need to understand the timeliness of the prophet's words in their time in order for us to appreciate the timelessness of those words as they pertain to our generation and every other generation as well. En ja, dus het is belangrijk dat we ja, snappen dat het belang van de woorden van de profeten in die tijd en ja, de tijd gebondenheid die daarbij wordt, zeg maar, en het verschil maken tussen de ja, woorden die dan gelden voor deze tijd, zeg maar. Basically, we need to understand the context. The timely focus of the prophet's words is a need to understand what is he talking about? What is he saying? What do the words mean? Het is belangrijk ja, om de woorden in die tijd dus ook ja, in de juiste context te zien en te snappen wat die woorden in die context betekenen. Because we can only appreciate what the words are saying to us if we understand the words themselves. What is he saying? Ja, dus is ja. Belangrijk dat we snappen wat die woorden voor ons betekenen, als we snappen wat de woorden nou, überhaupt betekenen. But then that means that the historical context of the prophet's words is relevant, while in our beliefs, historical context is not relevant in our understanding of the Torah. The Torah is directly addressing every single generation. Dus het is belangrijk om te snappen dat de woorden van de profeten in een context belangrijk zijn. En de woorden van de Torah zijn rechtstreeks gericht op ons. Ook. The prophets are addressing every generation as well, but indirectly. En de profeten gelden ook voor generaties, voor alle generaties, maar indirect. The primary focus, after all, is on the people to whom they directly
address themselves. En de primaire focus ligt dus op aan wie de woorden gericht zijn in die tijd, zeg maar. Now, it's on that plane, in that context, that we consider the first of the questions here. In die setting, in die context, gaan we de eerste vraag behandelen. Question number one. Prophecies on Messiah, part two. Vraag nummer 1. Profetieën over de Messias, part 2, deel 2. Christian believers see many prophecies in the Hebrew Bible as prophesying the coming of the Messiah and fulfilled through the life of Jesus. Dus christenen of christelijke gelovige mensen zien veel profetieën in de Hebreeuwse Bijbel als profetieën die gaan over de komst van de Messias en vervulling door het leven van Jezus. The Jews see these prophecies as pertaining to the coming of the Messiah. Zien Joodse mensen deze profetieën als de komst van de Messias? And of course, the conclusion: have they been fulfilled? En de conclusie: zijn ze ook vervuld? So of course, inevitably, in attempting to answer this question, the first issue that we need to consider is what was the prophet talking about? En om dus deze vraag te beantwoorden, moeten we dus eerst gaan nagaan waar had de profeet het over? And in this context, then it should be clear, for the most part, there are exceptions when we really see in the words of the prophets a direct reference to the future. But for the most part, the primary focus of the prophet's words is to be found in the circumstances in which he was prophesying. Dus de primaire focus van de profeten ligt op waarop ze zijn in die tijd geprofeteerd, zeg maar. En er zijn natuurlijk ook woorden van de profeten die dus gelden voor de toekomst. Of course, inevitably, that doesn't mean that the words are any less important or any less relevant to us, as we already noted. Maar dat betekent niet dat de woorden minder belangrijk zijn of onbelangrijk zijn voor ons. Furthermore, I'm going to stress, in particular, in responding to the questions here, as a general principle, many words of the prophets, beyond the specific historic context, we do believe in our tradition, provide us with guidance, with a message for the coming of the Messiah. En ik wil benadrukken dat veel woorden van de profeten, volgens onze traditie, dus ook een leidraad zijn voor de komst van de Messias. But at the same time, it becomes very important for us to bear in mind that that message should be understood as a deeper level of meaning, beyond the plain level of meaning that pertains to the prophet's own time. En het is belangrijk dat we dan onderscheid maken dat op die manier, zeg maar, een dieper niveau is. En dat het dus belangrijk is dat we ook kijken naar het normale niveau, zeg maar, waarop de woorden van de profeten in die tijd gelden. Now, of course, this obviously pertains directly to the last part of question one. En dit gaat dus over de laatste vraag of de laatste gedeelte van vraag 1. When we ask if Jews see these prophecies as pertaining to the coming of the Messiah, and then ask, have they been fulfilled? These are really, from our perspective, two very different questions. Dus met de vraag of Joodse mensen deze profetieën ook zien als de komst van de Messias, en of ze vervuld zijn, zijn dus voor Joodse mensen twee totaal verschillende dingen. Because, of course, on the one hand, in many instances, we will say that at a deeper level of meaning, these prophecies pertain to the coming of Messiah.
Dus aan de ene kant, zullen we wel zeggen dat op een dieper level van betekenis wel gaat over de komst van de Messias. Indeed, I think we can in many cases, perhaps even the overwhelming majority of cases, discern that verses that Christians see in the Hebrew Bible as prophesying the coming of the Messiah, they see that way because of ancient Jewish traditions that saw those verses precisely in that manner. We kunnen dus zeggen dat veel gevallen, heel veel gevallen zelfs, profetieën zoals christenen dat zien, zeg maar, voortkomen vanuit de manier waarop de Joodse mensen het in de Joodse traditie zien. The question of whether those prophecies are fulfilled is a very different one. Maar de vraag of deze profetieën vervuld zijn, is dat is iets heel anders. Because once we recognize that there are different layers, different levels of meaning, the prophecies may indeed have been fulfilled pertaining to the most basic level of meaning, the plain level of meaning in the life of the prophet himself. Als we dus herkennen dat er verschillende lagen zijn, verschillende niveaus van betekenis, dan kunnen we herkennen dat op het eerste niveau, dat de vervulling is in het leven van de profeet zelf. That level of meaning is distinct from that other level of meaning that may indeed pertain to a future that's not yet realized. En dat niveau verschilt dus van andere niveaus. Dat die andere niveaus kunnen gaan over dat het nog niet gebeurd is. Dat het nog moet gaan gebeuren. Now again, what I'm saying does not negate the realization that there are words of the prophets that can only be understood as pertaining to the future, yet to come. Dat betekent dus dat we niet kunnen zeggen dat de woorden van de profeten alleen maar gezien kunnen worden als dingen die nog moeten gaan komen. Clearly, the final battle of the forces of godlessness against God here in Jerusalem is not something that took place once and will take place again. Dus de uiteindelijke gevecht, veldslag van goddeloosheid tegen God wil niet zeggen dat als het al gebeurd is, dat het niet nog een keer gaat gebeuren. That final battle described in Ezekiel chapter 38 and in Zechariah chapter 14 is a prophecy that was given to us for the future and will see its fulfillment only in the future. De finale veldslag, die ons is gegeven, die geldt dus voor de toekomst en dus alleen maar voor de toekomst. But then there are many other words of prophets that need to be understood on multiple levels. Maar er zijn dus vele woorden van profeten die je dus op meerdere niveaus kan zien. And primarily, the focus of our discussion today is on two such passages. En primair gaat dus de focus van vandaag over twee van die passages. So having stated that then, let's move on to the first of those passages, which is discussed in question number two. We gaan dus nu verder naar de eerste van die teksten. Die komen dan in vraag 2. Question 2. How do you explain Isaiah chapter 9, verses 5 and 6? Vraag 2. Hoe legt u uit Jesaja 9, vers 5 en 6?
The King James translation has, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." De King James vertaling geeft ons, voor ons is een kind geboren, ons is een zoon gegeven en de regering zal op zijn schouders zijn en zijn naam zal zijn de wonderbare, de machtige God en de eeuwige vader, de prins van de vrede. Well, let's consider what's going on in this passage in Isaiah. Wat gebeurt hier in deze passage van Jesaja? That is, who speaks of a child being born to us? Wie spreekt er over ons, zal er een kind geboren worden, dus een kind naar ons? And more fundamentally, what is the context in which this birth is being recorded? En meer fundamenteel, wat is de context van waarin deze tekst wordt uitgesproken? In order for us to appreciate the context that's taking place in Isaiah, we need to consider more than just a couple of verses. En om dus de context wat te leren waarderen, ja, geeft het ons meer dan een paar versen. Now, of course, one of the challenges in understanding Isaiah is that the division into different passages is not always unequivocally clear. But in context here, the beginning of the passage that is relevant in our understanding Isaiah chapter 9, verses 5 and 6, is most likely to be found in chapter 7. Ja, er zitten verschillende delen in Jesaja, zeg maar. En om dus dit deel waar het hier over gaat goed te begrijpen in de context, kunnen we daarbij nemen Jesaja vers hoofdstuk 7. Now, of course, you might be wondering, how can chapter 7 have to do with chapter 9? We kunnen ons afvragen, hoe komt het dat vers 7 ons helpt naar vers 9? The answer is that the division of the book of Isaiah into chapters is an extremely recent one. We kunnen zeggen dat de verdeling in de hoofdstukken van Jesaja een recente verdeling is. It is, I think, universally popular today, primarily because of the printing press. Sorry, I didn't understand. The division into chapters and verses is universally popular today, I think, because of the printing press. Oh, de verdeling van de hoofdstukken in onze huidige tijd is voornamelijk door de pers, zeg maar, de drukpersen. It's interesting that there are still differences in the divisions into chapters that we find among different editions of the Bible. Er zijn nog verschillende lagen in verschillende hoofdstukken in de Bijbel. And I must add, from my point of view as a Jewish student of the Bible, that the division into chapters has no basis whatsoever in our tradition. En hij wilde bij aanvoegen dat in zijn mening als Bijbelstudent, dat de verdeling niet belangrijk is in de Joodse traditie. That doesn't mean that at some point it was abandoned. That means that going far enough back, it just didn't exist. Als je dus ver genoeg teruggaat in de tijd, dan bestond dat dus niet. That is certainly. At the time that Christianity diverged from Judaism, there was no division of the words of the prophets into chapters. It's something that was innovated, apparently, by Christian scholars, Christian printers, relatively recently.
In de tijd dat het christendom ontstond vanuit het jodendom, was er dus geen verdeling in de hoofdstukken. Dit is dus later ontstaan door christelijke bijbelsmensen die dat dan deden. I'll stress that it is often a very helpful division. En wil benadrukken dat het vaak erg handig is. But it's important for us to appreciate that it doesn't necessarily dictate the meaning of the passages or their relationship with one another. Het is wel belangrijk om te begrijpen dat het niet belangrijk is voor de tekst en de onderlinge verbanden in de tekst. So, on that note, let's consider what happens at the beginning of chapter 7. Dus laten we met dit in ons hoofd gaan kijken wat er gebeurt aan het begin van hoofdstuk 7. I'm beginning with verse number 1. And it came to pass in the days of Ahaz, the son of Jotham, the son of Uzziahu, king of Judah, that Rezin, the king of Aram, and Pekah, the son of Remaliahu, king of Israel, went up to Jerusalem to war against it, but could not prevail against it. In de tijd, dus hoofdstuk 7, vers 1, in de tijd dat Ahaz, de zoon van Jotham, de zoon van Uzziahu, reageerde over Juda, trok koning Rezin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaliahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. Now we discussed this global state of affairs in our introduction to the book of Isaiah, the extent to which there was a lot taking place at the time of Ahaz, and this is as punishment for Ahaz's dereliction in serving God. We hebben hier uitgebreid over gehad in de introductie van de serie van Jesaja. En er gebeurde dus in die tijd dat deze woorden zijn gekomen, gebeurde er dus heel veel. En dit was dus iets wat Ahaz overkwam in zijn relatie met God. With respect to this enterprise of Aram confederate with Israel, we read in verse 3. En we lezen hierna dit gebeuren in vers 3. Then said God to Isaiah, go out now to meet Ahaz, you and Shar-Yashub, your son, at the end of the aqueduct of the upper pool in the highway of the washer's field, and say to him. Toen zei de Heer tegen Jesaja, ga samen met je zoon, Shar-Yashub, op weg om Ahaz te ontmoeten op de straat van het bleekveld, waar de watertoevoer in het bovenste waterbekken uitkomt. Verse 4, take heed and be quiet. Fear not, neither be faint-hearted on account of the two tails of these smoking firebrands, for the fierce anger of Rezin and Aram and the son of Remaliah. Zeg tegen hem, houd het hoofd koel. Laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken hout, Rezin van Aram en de zoon van Remaliahu, hoe hoog hun woede ook oplaait. Don't be concerned about it, because as the prophecy continues in verse 7, thus says God the Lord, it shall not stand, neither shall it come to pass. Dat betekent dus, maak je er niet druk om, want zegt verder in vers 7 God, maar dit zegt God, de Heer, het zal niet gebeuren, het zal niet zo gaan. And the prophet continues, for the head of Aram is Damesek, the head of Damesek is Rezin, and within 65 years Ephraim shall be broken in pieces and no more a people.
Immers, het hoofd van Aram is Damascus en het hoofd van Damascus is Rezin. Nog 65 jaar en het volk van Ephraim bestaat niet meer. And the head of Ephraim is Shomron, Samaria. The head of Samaria is the son of Remaliahu. That is, neither of these kingdoms are a threat to Judah. If you have no faith, you shall not be established. Het hoofd van Ephraim is Samaria en het hoofd van Samaria is die zoon van Remaliahu. Alleen als jullie vertrouwen hebben, houden jullie stand. Now, this last phrase, if you have no faith, isn't entirely clear. Exactly to whom is it addressed? En deze laatste zin, als jullie vertrouwen hebben, is niet helemaal duidelijk aan wie het gericht is. Remember, the prophecy is directed to Achaz. It's a prophecy of encouragement, but Achaz is not very much of a believer himself. En dus onthoud dat de profetie gericht is naar Achaz. Maar, en het is een profetie van bemoediging, maar Achaz is dus niet zo'n gelover, zeg maar. And the continuation bears that out very forcefully. In verse 10, moreover, God spoke again to Achaz, of course, through the prophet Isaiah. Ask a sign of God your Lord, ask it either in the depth or in the height above, that is a summons. Ask for a sign, show your faith in God. But Achaz said, I will not ask, neither will I try God. Dus het vervolg hiervan is, de Heer liet verder tegen Achaz zeggen, vraag om het teken van de Heer, uw God, het zij uit de diepte van het dodenrijk, het zij uit de hemel. Dus het gaat erom dat hij een teken vraagt. Maar Achaz antwoordde, nee, ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heer niet op de proef stellen. Now, of course, for us as casual observers, this seems to be a profound display of faith. I'm not going to test God, but in the case of Achaz, it clearly was not. So the following verse is the response of the prophet. And he said, hear now, O house of David, is it a small thing for you to weary men, but will you weary my God also? Therefore, God himself will give you a sign. We read in verse 14, behold, the young woman is with child, and she will bear a son, and shall call his name Immanuel. En voor ons als gelovigen zouden wij denken dat Achaz geloof toont door te zeggen dat hij de Heer niet op de proef wil stellen, maar dat is niet zo. Want toen in vers 13 antwoordde de Jesaja. Luister, huis van David, is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Notice, we read here about the birth of a son. And in terms of the connection of themes, we read about the birth of a child, or it could be more than one child, in Isaiah chapter 9 as well. We lezen hier dus over de geboorte van een zoon. Zouden er zelfs meer kunnen zijn, maar de connectie zit hier dus tussen de geboorte van de zoon en wat we hiervoor hebben gelezen. En deze lezen we dus ook in hoofdstuk 9. This is one of the indications that we're speaking of a single prophecy, a single passage in which the birth of these children is intended specifically, as the prophet explicitly states here,
and the thawing. En we lezen dus hier een enkelvoudige profetie over de geboorte van kinderen. Die moet nemen zoals die komt, zeg maar. Dat het dus ook dat een teken is in die tijd. A sign for whom? En dan een teken voor wie? Of course, it's stated explicitly here. This is intended as a sign for Ahaz, the non-believing king. En het staat dus hier expliciet. Het is een teken voor Ahaz, de niet-gelovige koning. And indeed, the continuation makes this explicit. The continuation in verse 15, butter and honey shall he eat when he shall know how to refuse the evil and choose the good. For before the child shall know how to refuse the evil and choose the good, the land whose two kings you dread shall be deserted. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen, die u zoveel angst inboezemen, ontvolkt zijn. Which two kings? Welke twee koningen? Well, we know already. These are the kings, Ritzin and Pekah and Remaliah, the kings of Aram and northern Israel, who are currently engaged in a battle against Judah. En dit zijn dus de koningen van Aram en van Noord-Israël, waarvan we hiervoor lazen, die dus in oorlog zijn tegen Juda. The birth of these children, perhaps to the prophet's wife, that is the prophet's family itself, perhaps to the king's wife, to the royal family, perhaps to both, are intended as signs that God is not abandoning Judah and will save Judah from its enemies. Ja, dus de geboorte van die kinderen, misschien van de vrouw van de profeet of van de vrouw van de koning, of misschien van allebei, zijn dus een teken van God voor de koning. God dus Juda niet alleen laat. Sorry. Now, in that context, of course, we don't have time at present to consider the rest of chapter 7 and chapter 8. God willing, we will be discussing them at much, much greater length in our series on Isaiah. But we continue with chapter 9. In deze context hopen we verder te gaan in de series van Jesaja. En gaan we nu verder met hoofdstuk 9. It is, on the most basic plane, with respect to this conflict and the resolution of this conflict, that chapter 9 begins with a promise. The people who walked in darkness have seen a great light. They that dwelled in the land of the shadow of death, upon them has the light shone. In de context van het conflict van waar we net eens over lazen, de oorlog, begint dus hoofdstuk 9. Het volk dat in duisternis ronddolt, ziet een schitterend licht. And we understand again in context to what the prophet is referring when we consider with the coming verses precisely to what he is addressing himself. In verse 2, you have multiplied the nation and increased their joy. They joy before you according to the joy in harvest, and as men rejoice when they divide the spoil. En dus ook weer dus opnieuw in de context lezen we dus verder in vers 2. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Ze jubelden als bij het verdelen van de buit. What are they celebrating?
Wat vieren ze? Waarom jubelen ze? Verse 3. For you have broken the yoke of his burden, of the people's burden, and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian. Dus zij jubelden omdat het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midian destijds. For every shoe of the stormy warrior and every garment rolled in blood shall be burnt as fuel of fire. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand. Een prooi van het vuur. This is the destruction of Judah's enemies. Dit is de vernietiging van Juda's vijanden. And we see very clearly who those enemies were. En we zien duidelijk wie deze vijanden waren. They were the forces of Aram and northern Israel coming to do battle with Judah. Dat waren de krachten van Aram en de Noord-Israël die dus tegen Juda gingen maken. And this part then of that prophecy of restoration, consolation, that the prophet continues, and for to us a child is born, to us a son is given, and the government is upon his shoulder. And then we read the names Pele, Yoetz, which we can render as a wondrous counselor, El Gibor, God is mighty, Avi Ad, the father forever, Sal Shalom, the Prince of Peace. En hier lezen we dus, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders en deze namen zal hij dragen. En dan komt er eigenlijk dus ook een opsomming van de namen, Pele, Yoetz, wonderbare raadsman, goddelijke held, El Gibor, Avi Av, eeuwige vader. En Sar Shalom, vredevorst, namen die dus daarbij horen. This is, of course, by no means the only example of the prophet giving unusual names to children, perhaps his own children. Just consider the opening chapter of Hosea, when he finds perhaps even stranger names being given to the prophet's children. Dit is dus een voorbeeld van namen die dus misschien aan het kind van de profeet worden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan het begin van Hosea, waar de profeet een naam geeft. This is all part of the prophet's promise in God's name of deliverance for enemies. Maar dit is dus een belofte van God, van bevrijding van de vijanden. And we should note that that clearly is the context when we simply consider the words that follow in verses 7 and on. En we moeten dus ook notitie nemen van de context en van wat daar verder nog volgt in vers 7 en 8 en verder. God sent a word against Jacob, and it will descend upon Israel, and all the people will know. Ephraim and the inhabitant of Shomron of Samaria, that say in pride and arrogance of heart, the bricks are fallen down, but we will build them with hewn stones. The sycamores are cut down, but we will change them for cedars. This is what, in arrogance, the kingdom of northern Israel is stating with respect to its military setback. En de Heer heeft zijn woord op Israël afgestuurd.
Het heeft Jacobs volk getroffen. Het volk van Efraïm, de inwoners van Samaria, zij hebben het ondervonden. Hoogmoedig en verwaten zeiden ze, de gemetselde muren zijn ingestort, maar wij herbouwen met gehouwen steen. De vijgenbomen zijn geveld, maar wij planten ceders in hun plaats. Dit is dus wat de arrogante heersers hadden ondervonden. Therefore God sets up the adversaries of Ritzin against him. Remember, Ritzin is the king of Aram at this time, and goads his enemies, Aram before and Plishtim behind, and they devour Israel with open mouth. De Heer heeft Rezin vijanden tegen hen opgezet. Hij heeft hun tegenstanders opgehitst. Rezin, dus de koning van Aram. Vanuit het oosten viel Aram aan, vanuit het westen de Filistijnen. The same battle, still continuing. And the words of the prophet. En hetzelfde, dus het is hetzelfde oorlog die dus hier doorgaat. So, to summarize, how do we explain Isaiah chapter 9, verses 5 and 6, the way we understand the entire first part of the chapter, and chapter 7 and chapter 8 as well? Dus om samen te vatten, dit gedeelte dus van Jesaja 9, is het dus belangrijk dat we het hele begin van Jesaja nemen, dus ook hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. So of course, it's important for us to add an additional dimension here. Maar het is belangrijk om er een dimensie bij te zetten. If you ask, does this have nothing to do with the future? You already know my answer. Als je dus zou vragen, heeft dit dan niets te maken met de toekomst? Dan zou je al mijn antwoord kunnen weten. The plain meaning of the text, the basic meaning of the words of the prophet, pertain to what has already taken place in the time of the prophet himself. Dus het normale niveau, zeg maar, de letterlijke betekenis van de tekst en de letterlijke betekenis van de woorden, hebben dus al plaatsgevonden in de tijd van de profeet zelf. On a deeper plane, does it pertain to the future? Does it pertain to the Messiah? It certainly pertains not only to the circumstances of the prophet himself, as we already noted at the outset. Dus op een dieper level, gaat dit ook over de toekomst? Gaat dit ook over de Messias? Zeker beperkt het zich niet tot alleen in die tijd. And indeed, I'll note that we have an ancient tradition, in particular, with respect to verse 6 in chapter 9. Wij hebben dus een gezegde, zeg maar, in onze traditie, die dus slaat op vers 6. For the increase of the realm and for peace without end, upon the throne of David and upon his kingdom to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth forever. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen eind komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en in gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. An ancient tradition that's recorded in the Talmud. This verse describes the potential of the messianic deliverance. Dus een passage die dus is opgenomen in de Talmud, die geeft dus aan dat dit ook over de messiaanse bevrijding zou gaan. Specifically, it describes the possibility of King Hezekiah, King Hezekiah, to have been the Messiah, except that ultimately he was deemed unworthy for the role. Het gaat specifiek over koning Hezekiah, die dus de rol van Messias had, maar onwaardig werd geacht. But then, on some plane, these words do pertain, at least potentially,
the coming of the Messiah. Dus op een zeker niveau kunnen we zeggen dat deze woorden dus gaan over de komst van de Messias. Have these words been fulfilled? zijn deze woorden vervuld? As you can well imagine, my response is in the direct, specific focus in the circumstances of Isaiah, these words were fulfilled as a sign to Ahaz and his contemporaries in the lifetime of the prophet Isaiah. Dus zoals jullie waarschijnlijk kunnen aanvoelen, is dat dus de woorden zijn vervuld in die tijd als teken voor Ahaz tegen de tegenstanders van Ahaz. Does that exhaust the meaning of these words and what they have to teach us? En zijn daarmee deze woorden vermoeid geraakt en wat ze betekenen? No. Nee. That's an ongoing process that still needs to be fulfilled in the future. Het is een voortdurend proces dat dus ook nog steeds moet worden vervuld in de toekomst. Now, of course, I appreciate that Christians believe in a Messiah who has already come, and as you well know, this is a major domain of divergence between Jews and Christians. Ik waardeer dus de teksten zeg maar worden ook dan uitgelegd als de komst van de Messias in de vorm van hoe christenen dat zien. Maar daarmee ook dat er dan een groot verschil is tussen hoe Joodse mensen het opvatten en hoe christenen het opvatten. In my own humble opinion, it's perfectly obvious to me that the Christian view of these verses as pertaining to a Messiah who already came was on some level inspired by the ancient tradition that the founders of Christianity undoubtedly knew that Jews understood those verses as pertaining to the potential unactualized of King Chizkiyahu, King Hezekiah, being the Messiah. Dus mijn nederige opvatting, kun je dus zeggen dat de christenen die dus geloven dat de Messias dan al is gekomen, zeg maar, in de vorm van Jezus, hun inspiratie hebben gekregen uit inspiratie die de Joodse mensen al hadden en die de Joodse mensen toen ook al hadden ontwikkeld en met de kennis die zij al hadden. Maar dus dat was dus aan de komst van de koning. I've lost the name of the king. King Chizkiyahu, Hezekiah. King Hezekiah, zeg maar. Koning Hezekiah, die dus die rol zou hebben. That is, again, without doubt, the founders of Christianity were intimately familiar with the ancient traditions of Israel. They grew up with them. Dus de beginners, de mensen, de christenen die de fundamenten hebben gelegd van het christendom, waren dus bekend met de Joodse tradities. I personally have no difficulty, and I can't see why anyone, Jew or Christian, would have any difficulty in saying that the Christian appropriation of these verses was intended as a statement that there was a potential for the Messiah that remained unfulfilled in the time of Chizkiyahu that they believed was fulfilled through Jesus. Ik heb er persoonlijk geen problemen mee dat de christenen deze teksten opvatten als dus geïnspireerd, zeg maar, als profetie voor de Messias in de tijd van Hiskia,
Can you please repeat the second part? That is, they were familiar with the ancient tradition that these verses described a messianic potential that was unfulfilled in Chizkiyahu that they believed was fulfilled in Jesus. Ja, dus de woorden die dus een profetische potentie hebben, die dus onvervuld bleven in Chizkiyahu, dat die dus in vervulling kwamen in Jezus. I'm trying to state this, of course, as objectively and dispassionately as I can, with the realization that believing that Jesus was a messianic figure is of foundational importance to Christians, and it is of no less foundational importance for Jews to believe that the Messiah has not yet come. Ik probeer dus objectief mogelijk te zeggen dat dus belangrijk is voor christenen te geloven als Jezus de Messias is, dat daar fundamenten bij horen. Net zoals dat er even belangrijk in de Joodse traditie fundamenten zijn die dus zeggen dat de Messias nog moet komen. My very strong personal conviction, as you know, that Jews and Christians stand together respecting our many differences, even as we appreciate that through God's word revealed in the Bible, more unites us, demands of me to appreciate that this is a domain in which we will respectfully disagree. Hoeveel christenen en Joodse mensen samen naast elkaar staan, zijn er daar desondanks veel grote verschillen. En is hier dus een groot verschil waar ik het niet mee eens ben. You know, I want to stress, I have no desire whatsoever to attempt to minimize this disagreement, to attempt to gloss over it, or to attempt to sweep it under some kind of a rug. Ik heb dus geen bedoeling om het iets te minimaliseren of om het onder de tafel te vegen. Respecting our differences means respecting the extent to which this is a difference that is of foundational importance. Dus verschillen respecteren betekent dus dat dit, zeg maar, dit verschil is van fundamenteel belang. Not only can we not bridge this gap in our respective views, we shouldn't try to. We kunnen dit gat niet overbruggen, zeg maar. En dan moeten we ook niet proberen. Hallo? We hadden dus een verschil, zeg maar. En dat verschil ging erover dat het dus tussen het christendom
en het Jodendom hier op dit vlak, zeg maar, fundamenteel verschil is, dat gat, zeg maar, dat zo groot is, zeg maar, dat we kunnen niet overbruggen. En het laatste wat ik dus mee heb gekregen is dat gij hem dus ook heeft gezegd van, ja, we kunnen dat gat niet overbruggen. En dat zouden we dus ook niet moeten willen proberen. To make this perfectly clear, attempting to minimize this difference would mean either Christians stop being Christian or Jews stop being Jews. And I oppose either of those solutions, of course. Dat betekent dus dat christenen zouden moeten stoppen met christen zijn, of ja, Joodse mensen zouden moeten stoppen met Jood zijn. En het is niet de bedoeling dat ik beide van die gevallen zou willen. However, I think it is important for us to understand precisely wherein this difference is to be understood. Maar het is wel belangrijk om na te gaan waar dit verschil dan precies in zit. And again, I'm going to reiterate. The foundation here is recognizing there is the plain meaning of the text, and there are deeper levels of meaning in addition to it. In de fundament ligt daar in dus dat er een normaal niveau is in de tekst en dat er diepere niveaus zijn in de tekst. The plain meaning of the text is always significant. En het normale niveau in de tekst is dus altijd belangrijk. It is not by any means the only level of significance, because there are additional levels as well. Maar het is niet het enige niveau wat belangrijk is, want er zijn meerdere niveaus. Now I think it's of critical importance, first of all, for us to appreciate that basic distinction. The plain meaning of the text and its significance. Het is belangrijk om dus het verschil te zien tussen de normale niveau van de tekst en de andere niveaus. On my recent lecture tour, I was speaking to a large group of pastors in Nijkerk, in the Netherlands, at Christians for Israel. And the question was asked if we are reading the same Bible, pertaining to the Hebrew Bible. Ja, ik was dus onlangs op, gaf ik spreekbeurten in het centrum van Christenen voor Israël. Daar sprak ik voor christelijke dominees. En daar kwam dus de vraag van, we lezen in dezelfde Bijbel, dezelfde Hebreeuwse Bijbel. Meaning, this is the meaning of the question. If Jews and Christians understand passages such as Isaiah chapter 9 so very differently, are we really reading the same book, the same words? Dit met dus de vraag van, als we dus allebei deze tekst lezen, bijvoorbeeld dus in dit geval van hoofdstuk 9, en met zulke grote fundamentele verschillen, lezen we dan dezelfde tekst, lezen we dezelfde woorden? No, of course we're reading the same words, as long as we're reading them in the original Hebrew, but do they mean the same thing? We lezen dezelfde woorden, als we tenminste in Hebreeuws lezen, maar betekenen ze hetzelfde? I think the answer that I gave then is very much what I'd like to share with you now. En het antwoord wat ik toen gaf is wat ik eigenlijk nu ook wil delen. And it pertains to these different levels of meaning in the text. En het gaat dus over de verschillende niveaus, de verschillende lagen in de tekst. We're striving to understand what the text is saying, qua text, as the text of the words of the prophets. We streven er dus naar om te leren wat dus de tekst dus zegt, zeg maar. De tekst van de profeten. And I can't help but add here, as I think all of you very keenly appreciate, that goal to understand the text as text is the very foundation of everything we're trying to do in Bible study at Yeshivat Sharashim. Ja, en dat
proberen te begrijpen wat dus de tekst zegt als tekst. Is dus wat we hier willen doen als studie bij Yeshiva Sharashim. I humbly submit that we should agree as to what the text is saying, because the plain meaning, the context of the words, dictates certain conclusions. En wat dus we moeten proberen te begrijpen, is dus wat de tekst zegt, is dus wordt bepaald door de context die dus conclusies daaraan verbindt, wat de bepaalde dingen worden bedoeld. So without doing anything to minimize the extent to which we disagree, it's important for us to stress where we do agree. Dus om niet iets te gaan minimaliseren over wat we niet, waar we het niet over eens zijn, is dus dat we belangrijk dat we even kijken naar waar we dus wel over eens zijn. The prophet is addressing himself to his contemporaries. His words have meaning and significance, and can be understood as meaningful and significant in their own terms, without recourse to any other period and any other set of circumstances. De profeet richt zijn woorden naar de ontvangers en de woorden die zijn, hebben dus betekenis in die tijd, zeg maar, en zonder daarbij een ander tijdsgevricht, zeg maar. Hè? Dus er is een betekenis in die tijd. And his message pertains to the confrontation of Ritzin, king of Aram, and Pekah, king of northern Israel, with Achaz and the kingdom of Judah. En zijn boodschap gaat dus tegen de koning Rezin en de koning Pekah. En is dus gericht aan koning Achaz. We learn the passage historically and we understand the message in that historical context. We leren dus de passage historisch en er is een boodschap in historisch context. And then we start digging or adding. We can think of this as adding additional layers or digging for additional layers. En daarna gaan we of we gaan graven of we gaan erbij toevoegen of dieper in de tekst. This mode of scholarship, this mode of reading the Bible, has a name in our tradition. En deze manier of deze modus van Bijbellezen heeft een naam in de Joodse traditie. I suspect we're going to be talking about this name and what it signifies at greater length next time, but for now, the name is Midrash. De naam hiervoor is Midrash. Midrash is an ancient tradition of reading the words of the Bible with additional layers of meaning beyond the plain meaning of the text. Midrash is lezen van de Bijbel op diepere niveaus in de tekst. So that, for example, taking a passage that pertains directly, historically, to the time of Isaiah and King Ahaz, and reading it with a message to an additional period, to, for example, the time of the Messiah, is Midrash. Dus om de tekst die we lezen, zeg maar, in historisch gezien de tijd van Jesaja en de waar hij naartoe zijn boodschap richt, zeg maar. Als we die boodschap kunnen wij dus richten naar een ander tijdsframe, bijvoorbeeld het tijdsframe van Messias. Dat noemen we Midrash. To me, personally, it is obvious that the founders of Christianity not only were very familiar with Midrash, but applied Midrashic scholarship in the way they read the Hebrew Bible. En dus persoonlijk is voor mij dus duidelijk dat de
mensen die de fundamenten hebben gelegd van het christendom. Dus bekend waren met de Midrash en dit ook gebruikt en toepaste in hoe zij dus de tekst lazen. Is de Midrashic approach legitimate? Is het gebruik van de Midrash of die manier van tekst benaderen, is dat legitiem? It is among the most ancient approaches to reading the Bible. Het behoort tot de meest oude manier om de Bijbel te lezen. Again, it is the basis of taking prophecies that are specifically grounded in a particular time and place and applying them in far, far broader vistas. Het is opnieuw dus een manier om dus een tekst te nemen, zeg maar, in een bepaald tijdsframe. En die dus ook kan worden toegepast in een ander tijdsframe. I think then that the use of these verses from Isaiah chapter 9 in Christian scholarship is simply an example of a Christian midrash. En dus bijvoorbeeld de woorden van Isaiah 9 in christenen zeg maar dit leren, is dus een voorbeeld van christelijke midrash. I realize, of course, that by my using this formulation, I am putting myself at risk of offending a great many Jews and Christians. En ik realiseer me door deze termen te gebruiken dat ik het risico loop om zowel christelijke als Joodse mensen of geleerden te beledigen. So, as a general principle, I have to admit that I never really allow considerations of offending people to influence whether I should or should not say something I believe is true. Ik wil erbij vertellen dat het wel of niet beledigen van mensen niet in de weg hoort te staan om de waarheid te vertellen. But more importantly here, I think this realization has profound implications in enabling Jews and Christians to stand respectfully together. Dus meer belangrijk is dus dat als we dit zo bekijken, dat dus Joodse mensen en christenen mogelijkerwijs naast elkaar samen kunnen staan. There are Jews who may be offended by my contending that the founders of Christianity were essentially using the Midrashic approach, the ancient approach of a Jewish scholarship, in the way they read the Hebrew Bible. Er zijn misschien mensen die zich beledigd voelen als ik dus vertel dat ik geloof dat de grondleggers van het christendom de Midrash gebruikten in het lezen van de Bijbel in die tijd. Historically, I realize there is a reluctance, ironically, by both many Jews and many Christians to see the founders of Christianity for what they were. In de geschiedenis zien we dus dat zowel van de Joodse kant als van de christelijke kant wat de grondleggers van het christendom waren. What they were, of course, was Jews. Jews steeped in Jewish tradition. Zij waren uiteraard Joodse mensen die dus geleerd waren, getraind waren in de Joodse tradities. Steeped in Jewish tradition, including the tradition of Midrash, of course. Inclusief dus de traditie van de Midrash. And to that extent, we need to respect that the founders of Christianity were not spouting nonsense. They were taking verses from the Hebrew Bible and appropriating them on a midrashic level of understanding. We moeten dus respecteren dat de grondleggers van het christendom niet zomaar wat deden, maar dus teksten gebruikten van de Hebreeuwse Bijbel en die uitlegden op een midrash manier. Of course, I realize that there may be many Christians
who will, for their own reasons, be offended by my describing the founders of Christianity as Jewish scholars. Er zullen misschien dus christenen zijn die zich misschien beledigd voelen door de manier waarop ik omschrijf dat de grondleggers van het christendom Hebreeuwse of Joodse mensen waren, Joodse geleerden, bijbelgeleerden. I see no way, however, historically, of viewing them differently. Maar historisch gezien kan ik niet het op een andere manier zien. But in addition, what I see as perhaps the most critical ramification of this realization is the following. Maar om erbij aan toe te voegen, dus een belangrijk iets om te realiseren. Historically, one of the most contentious issues in Jewish Christian dialogue, or lack of dialogue, in the disputations that were generally imposed by Christians on Jews during the Middle Ages, pertained to verses such as these. Dus belangrijk, dus om te weten, zeg maar, dus de dialoog, of juist het gebrek aan dialoog, is dus de verhoudingen tussen Joodse mensen en christenen, bijvoorbeeld in de middeleeuwen, gaan die dus dan gaan over teksten zoals deze. Now, it wasn't really dialogue, because they were really talking past one another. The Christians were saying to the Jews, look at these verses in the Bible. They prove that the Messiah has come and the Messiah is Jesus. Er was dus eigenlijk geen dialoog. Er werd langs elkaar heen gepraat. En bijvoorbeeld de christenen die zeiden dus van, kijk naar deze passages in de Bijbel. Er staat duidelijk dat de Messias al is gekomen. And the Jews would say, this is nonsense. There's no proof here at all. It's not even talking about the Messiah. And it certainly isn't referring to Jesus. En de Joodse mensen die zeiden dus, dat is nonsens, er wordt hier niet gezegd dat het over de Messias gaat, al helemaal niet over Jezus. And I'm coming and proposing that once we recognize that what the founders of Christianity were doing was Midrash, there's no reason for contentiousness at all. Als we dus gaan zien dat de grondleggers van het christendom Midrash gebruikten, zou er dus geen reden zijn voor wrijving, zeg maar. They were never intended to be proofs. And simultaneously, there's no reason for Jews to regard such statements, which were never intended as proofs, to be nonsense. De teksten die waren niet gezet als bewijs. Dat de Joodse mensen, zeg maar, dus ook niet konden wegdoen als een gebrek aan bewijs of bewijs. Obviously, the Christian interpretation of these verses is one with which we Jews vehemently dissent. De manier waarop christenen deze tekst interpreteren is dus een aan de andere kant waar Joodse mensen afstand van nemen. But of course there's a big difference between saying we believe this interpretation is wrong and saying that the whole approach of taking verses and regarding them as proofs is nonsense, because they weren't intended as proofs. Dat is wat anders dan te zeggen dan, kijk, hier staat dus dat de tekst dit zegt en dat is het bewijs. Dus om dan te zeggen van, het was geen bewijs of zo'n manier. This is not intended to bring us to agree. Dit is niet bedoeld om ons dat we het eens zijn. It is, however, intended to enable us to disagree agreeably. This is. Can you repeat, please?
It is intended to enable us to disagree agreeably. That is, not in a contentious manner that leads necessarily to disrespect. Ja, we kunnen dus respect one another and disagree. Ja, dit is bedoeld op een manier waar we dus niet eens zijn over mening verschillen, maar niet op zo'n manier dat we geen respect zouden hebben voor elkaar. Now, so far, of course, we've grappled with one particular selection, Isaiah chapter 9, verses 5 and 6. This is inevitably a much broader subject. Tot nu toe hebben we dus alleen maar gehad over Jesaja hoofdstuk 9, vers 5 en 6. Maar dit is dus een veel breder onderwerp. One of the most important passages that of course we still need to address, that we don't have time to address today, is Isaiah chapter 53. En een van de meer belangrijke hoofdstukken is dus, die we moeten gaan behandelen, is dus Jesaja hoofdstuk 53, waar we helaas vandaag niet aan toe komen. I think this is an important enough subject for us to dwell upon further, because the appreciation of this basis in a midrashic approach, I think, has profound implications to the way we communicate with one another. Dus het is belangrijk dat we deze manier zien van uitleg en de manier, de midrash manier zeg maar van uitleg en dat we op die manier een goede basis hebben voor een communicatie. So on that note, we will continue in our next question and answer session. Op deze weg, op deze manier gaan we dus verder in de volgende sessie van vraag en antwoord. Striving to see how indeed we respectfully disagree and stand together. proberen en er streven om te zien hoe we dus respectvol naast elkaar het niet eens zijn met elkaar. God bless you. God zegen.